staat hier? Op Bluetooth. Oké. Okay. Nee, hij staat maar op Bluetooth. Maar we horen ons niet de hele tijd zelf. Oh, nu nee, maar ik wil het even om te testen. Dat is mooi. We laten nu al mensen binnenlopen. Ik zou even tweeten. Yo, Fancy Freak is al online. Nou, dan is het Facebook. We laten even 5 minuutjes jullie een beetje binnenlopen. Want dat is fijn. Dit is Jurgen trouwens. Hey Jurgen. Hallo Peter. Ga je je helemaal voorstellen? Ja, sommigen kennen me misschien zelfs een beetje. Maar ja, maar zo fanatiek zijn al die bezoekers niet, ja, bij tuurlijk. Ons. Nee, joh, die Gamersnet community is heilig. Ja, is waar. Gamersnet is love. Gamersnet is heilig. Dat is waar. Dat is zo is dat. Moet je ook nog een tweet sturen? Ik heb een fotootje doorsturen? Of wil je retweeten? Ik zat net te kijken of ik moet retweeten. Nee, wacht even, doe maar even een andere. Want deze zegt over een kwartier gaan we live. Maar dan maak ik er nu even één. Ja, nou als jij mij gewoon eindelijk tagt, ja, ik tag jou. Dan is het goed. Is het zover? Het Steermeister? Ja, dat ben ik. Is dat een beetje goed? Zeg ik dat goed of niet? Dat zeg je zelfs te overdreven goed. die zou ik even uitzetten, anders wordt het echt een grote giga chaos. En het en ik. En het, ja, dat zal me zelf ook maar uittypen. We gaan voor het eerst live een bordspel unboxen. Ja. Of moet ik boardgame zeggen? Is het bordspel of boardgame? Je mag beides gebruiken. Maar wat? Oké, een bordspel. Unboxen. Namelijk. En dan hashtag ik hem gewoon. Tot. Star Wars Legion. Dat klinkt als een plan. Nu live via twitch.tv/gamersnap. En dan haal ik deze weg, want het wordt dat plaatje weer. En dan kan je hem nu weer retweeten. Wacht even hoor. Nu live via Twitch. Ja, hij staat er hoor. Oké, ga ik even kijken. Ja. Beide is wel prima, toch? Wat bedoel je daarmee? Fancy Freak. Oh ja, ik heb een hele fijne vakantie gehad, Lars. Super lief van je. Hij gaf mij vandaag een compliment over mijn uiterlijk. Over je nieuwe body. Mijn nieuwe body. Maar ik had ook een foto met allemaal spieren hier. Dat is wel leuk hoor. Heb ik gefotoshopt natuurlijk. Die heb ik weer gemist. Maar het is wel leuk complimentjes. Ja, dat was een heel lief kom, dankjewel. Ik zal eens even retweeten dan. Dan retweet ik hem ook gewoon vanaf Gamersnet. Dan, huppa, daar gaan we. We hebben alles wel weer gehad. Toch wel 11 kijkers, toch wel leuk. Leuk dat jullie zijn hoor allemaal. Ja. We beginnen zo. Het ligt niet in het toestel, we gaan wachten gewoon even. We moeten de mensen natuurlijk ook een klein beetje de tijd geven om zich voor te bereiden. Emotionaal voor te bereiden. Of ja. Om ter start te komen. Ja, dat is waar. En ik wilde ook. Weet je hoe lang het is geleden is trouwens dat wij op GNHQ hebben gestreamd? Ik denk dat het wel een jaar geleden is. Ja, ik zie jou steeds van thuis streamen. Met je mooie Lego. Die heb ik met Star Death Star. Wars, de Death Star uiteraard. Maar je hebt natuurlijk ook nog die Pod Race set en zo. Die zie je soms ook wel een beetje in de achtergrond. Nee, je ziet de Java Sandcrawler zie je heel goed. Maar de Pod Race set zie je niet, want die zit in een andere kamer. Okay, maar nou die is heel veel waard trouwens. Hè? Ja, die is duur geworden. De Death Star niet? Nee, Death Star is niet duur geworden, maar de Sandcrawler die was €300, maar ik denk dat je er nu al 500-600 voor betaalt. Wauw. En die kan ik gewoon nu verkopen dan? Maar ik heb hem natuurlijk in elkaar gezet, is dat dom? Dan krijg je er misschien 450 voor, iets minder. Dan kunnen ze ook niet checken of ze steentjes missen natuurlijk. Dat gaan ze alsnog wel doen. Vaak dan ben je uren bezig. Dat maakt dan op dat moment niet uit als je €450 voor een set betaalt, toch? Oké. Ja. Maar goed, Star Wars. Ja, Sebastian is er ook. Even voor kort, voordat we beginnen, is Jurgen die doet best wel vaak dingen voor Gamersnet hoor. Dus is helemaal niet nieuw. Maar Jurgen is helemaal gek. Waar ben je eigenlijk gek van? Van veel te veel dingen. Ja, eigenlijk ben je gek. Ik zit met mezelf daar te kijken, maar ik moet natuurlijk daar kijken. Ik zit een beetje te lezen in de tussentijd. Jurgen komt me wel bekend voor, maar ik heb geen idee meer waarvan. Zat hij toen in het Star Wars Identities item? Dat sowieso. Hij zat in wel. Ja. Nee, zat je in het item ook? In de vlog. In de vlog? Ja, in de vlog zeg ik. Ja. Heb je nog een extra. Nee, dat item, daar zat ik ook in, maar dat was een klein stukje. Dat was een 5 minuten item of zo. En dat was een minuutje over identities. Ja. En daar zat ik ook wel in. Oké. Okay. Ja. Maar Jurgen is vooral fan van alles wat geeky is, maar vooral Star Wars. Ja.
Dus dat, ja, maar het gaat ver bij Jurgen. Dat gaat een beetje te ver. Marvel, Star Wars, bordspellen, videospellen. Ja. En alles wat een je beetje... Je hebt ook zulke figurines thuis staan. Het is echt bizar. Ja, ik noem het niet geeky, ik noem het nerdy. Hè. Ik ben nerd and proud of it. Want, maar wat is het verschil tussen een nerd en een geek? Die vraag krijg ik vaker. Ik vind een geek meer iemand die bijvoorbeeld programma's kan schrijven en daar heel goed in is. Zo'n computergeek. En alles een beetje achter de schermen kan regelen en zo. En een nerd is gewoon een fan van... alles wat popculture dus betreft. Dus een nerd is eigenlijk een geek zonder talent. Een geek zonder die rare trekjes. Of rare treks, nou ja. Ik vind niks tegen knap. De geeks. Als je jezelf als geek ziet, prima. Ja. Maar ik zie me meer als nerd. Okay. Tenminste onder deze definitie. En ik ben natuurlijk een beetje een Star Wars nerd. En in die hoedanigheid had jij mij gevraagd tijdens het launchfeestje van Star Wars Legion. Ja, dat klopt. En om daar toch maar even naartoe te gaan. Star Wars Legion is dus een bordspel. Het is een bordspel. Eigenlijk zou je, als je het heel goed zegt, eerder een tabletop game moeten zeggen. Dus wat iets meer is dan een bordspel. Want een bordspel heb je natuurlijk zo al klassieke Risk en dan klap je het open en heb je zo'n speelbord. Ja. Dat heb je hier eigenlijk niet. Dat is meer tabletop. Dus eigenlijk heb je hier, net zoals mensen dat misschien van Warhammer en zo kennen... Een oppervlakte. En die kan je natuurlijk creëren zoals je dat zelf wil. Nou ja, ik heb daar wel vaker over gehad dat ik heel erg dat mis. Ik mis heel erg een Warhammer-achtig spel voor Star Wars. Dat hoorde ik je toen al zeggen. Ja, maar dat is er nu. Maar ik weet niet of ik daar heel blij mee ben dat het er nu is. Dat ben je wel, maar... Dat gaat heel veel tijd kosten namelijk. Nee, ik vind het super vet. Maar ik bedoel, dat gaat heel veel tijd kosten. We gaan natuurlijk nu ook gewoon echt al die dingetjes schilderen. Want... Jij bent er zo eentje die het echt helemaal gaat beschilderen. Dat hele spel. Al die figuurtjes. Jurgen, luister. Ben jij iemand die dat niet doet? Ik heb dat vroeger wel gedaan. En heel veel. En dat heeft me heel veel tijd gekost. En ik heb nog hele mooie legers van allemaal verschillende spellen. Die allemaal mooi beschilderd zijn. Ja. Tegenwoordig heb ik daar de tijd niet meer voor. Nee, dat snap ik wel. Maar het is wel zo dat... er wordt ook gezegd, bordspellen zijn toch niet meer van deze tijd? Nee, dat is echt wel zo. Want dat wordt nog heel veel gespeeld. Niet alleen dat. De meest succesvolle campagnes op dit moment op bijvoorbeeld Kickstarter zijn bordspellen. Iedere maand komen de konen bijvoorbeeld. Maar ja, bijvoorbeeld... afgelopen maand heb ik gebackt Nemesis. En ik heb gebackt Zombicide Invasion. En ik heb gebackt Batman. Dat is van die makers die ook Conan hebben gemaakt. Vet. En dan krijg je natuurlijk allemaal stretch goals. En extra figuurtjes, extra miniatures. Extra uitbreidingen krijg je allemaal erbij. Maar om een voorbeeld te geven. Volgens mij Conan. Of die makers van Conan. Die hebben nu Batman gelanceerd als Kickstarter. En dat is net afgelopen. En die hebben volgens mij 5 miljoen opgehaald. Dus, hier is Bas, die voor je. 5 miljoen in de pocket. En dat gebeurt regelmatig. Dus kun je daar een spelletje van maken, denk ik. Dat spelletje wordt gigantisch ook, ja. Terug naar Star Wars Legion. Het is een soort Warhammer-achtige game, maar wat ik dus wilde zeggen is, waarom ga jij dit spel spelen met de poppetjes ongeverfd? Want dat is dus het ding. Wij kwamen bij een launch event. Een launch event was echt heel tof. Dat was dus bij Star Wars Identities ook. Volgens mij de laatste week dat het was. Want inmiddels Star Wars Identity is klaar. Ja, het was eigenlijk sowieso super cool hoe we zijn uitgenodigd. Want we hebben een brief gekregen met een uitnodiging. En in dat briefje, wat zat erin? Onderdeeltjes van de personage die we moesten spelen. Dan, en die we meekregen. Die we meekregen. Dus we waren zo'n beetje van, wat moeten we hiermee? En dan hebben we zo'n half figuurtje gehad. En dan komen we op dat evenement en daar kregen we dan de rest van het figuurtje. Het hoofdje is er nu af, maar dat zetten we er zo weer op. Komen we goed. En wie had jij? Jij had een... Ik had gewoon, jij had een Jedi, ik had gewoon een Stormtrooper. Ik had Luke. Ja, hij had Luke gewoon. Ja, Jurgen wil eens altijd even extra paaien, die sturen ze Luke op. Even eens kijken. Ja, daar is de kaart. Ja, kijk, dat is dan een poppetje wat je krijgt. Maar wat ik dus wil zeggen... Ja, vertel. We kwamen daar dus op dat event en we kregen inderdaad allemaal zo'n popje. En denk je, allemaal super vet, popje, popje, popje. Maar op het event zelf hadden ze het helemaal laten schilderen door super professionele pro's.
Dus wij speelden gewoon echt met supermooi gedetailleerde poppetjes. Dus ik wil dat ook, dat bedoel ik te zeggen. Dat snap ik. Het ziet er gewoon veel mooier uit en het speelplezier is dan ook groter. Dat geef ik toe, dat heb ik ook altijd. Ja, maar stel je voor als ik dan al mijn poppetjes ga schilderen en jij gaat gewoon met je niet geschilderde poppetjes. Ja, dat kan niet. Dat kan niet, dan win ik sowieso. Dan moeten regels ook zijn, dat je dan extra punten krijgt. Dat je dan gewoon extra punten krijgt en wint. Maar dat betekent dus dat als jij gaat schilderen, ga ik ook schilderen. Ja, precies. Misschien moeten we dat samen doen. Dat is wel, en ook op stream? Ja, dat kan. Want je hebt helemaal van die tutorials ook en zo. En weet ik wel wat allemaal. Je moet er natuurlijk eerst... Zandstralen? Nou, dat hoeft niet. Maar... Jawel, want je kan de ondergrond ook helemaal met zand maken. Dat hadden ze ook. Ja, maar dat is niet zandstralen, snap ik. Nee, dat is heel makkelijk. Daar doe je eigenlijk een beetje van die secondenlijm erop. En dan strooi je van die ondergrondstingetjes erop. Die je in de lokale fantasy store of bordspellenwinkel of hoe je het wil noemen krijgt. Moet ik die halen bij de Games Workshop? Want ik word daar altijd heel onaardig bij. Word maar was. Zo zitten ze altijd. Het komt een beetje daarop aan. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen moeilijk is om bijvoorbeeld een Games Workshop binnen te lopen. Maar je hebt hele veel leuke... Dit is Luke, jongens. Dit is Luke, ja. Hele veel leuke bordspellenwinkels, zoals bijvoorbeeld in Utrecht. Ja. Underground, de basement, iets met ondergrond. Ja, ik ben het vergeten, maar het is jij ook, dus het maakt niet precies. Uit. Maar het is wel zoiets. Ja, we kunnen we zo even opzoeken. Zoek het wel even op. Ja. Maar ga verder. Dus dan kun je... Nee, en daar ben je van harte welkom en die zijn super vriendelijk. Ja. Bordspellenwinkel Utrecht, hoe heet ze ook weer? De subcultures. Subcultures, ja. Nou het is wel iets met sub. Zij is sub. Precies. Sub. Ja, dat onder, dat... Dat onder, dat zit er wel in. Dat heeft me een beetje target gebracht. Maar, ja. En die zijn super vriendelijk. En daar kan je al dit soort spellen ook krijgen. Die hebben we ook gesproken tijdens dat launch event. Dat was hartstikke leuk. Die waren er ook? Volgens mij toch? Subcultures? Of iemand die daar werkte? Ik dacht ik, nou, maar ja, er was eentje die daar werkte. Die kende ik niet. Ik ken die andere jongen. Okay. Tenminste, daar ben ik nu een paar keer geweest. En heb hier en daar een spelletje gekocht. En dat is ook, wordt nu ook in de chat gezegd, ook een hele vette uitbreiding van Star Wars Legion. En dat is natuurlijk ook het ding. We hebben hier het basisspel. Ja. Maar als het de lieve mensen van het bordspel behaagt, kunnen we meer streams maken waar we ook de uitbreidingen gaan behandelen. Want dan heb je ook echt ATST's, niet AT-ATs. Die zijn er nog niet. Ja, we kunnen zo wel eventjes precies vertellen welke uitbreidingen er zijn. Ja. Ik denk dat we in eerste instantie even naar het basisspel gaan kijken. En dan, er zijn uitbreidingen, er zijn ook hele leuke uitbreidingen. Maar daar gaan we zo eventjes verder over hebben. Heel veel. Nou, een stuk of zes, toch? Ja, maar gaan wij, en er wordt natuurlijk alleen maar meer. Ja, daar komen nog heel veel meer aan, hebben we al gehoord. Wat gaan wij doen? Gaan wij dit gelijk doen? Of gaan we eerst de andere dingen doen? Wat wil je? Nou ja, ik zou zeggen, het leukste is gewoon eerst even het spel openmaken en kijken wat erin zit. Ga jij het doen? Nee, ik heb het afgelopen keer mogen doen op het evenement. Dus, dat is waar. Oké, dan ga ik dat deze nu keer doen. Nou, lief. We hebben namelijk ook nog wat spulletjes gekregen voor mensen die geïnteresseerd zijn. Die bijvoorbeeld posters die erbij horen, demo-materiaal, wat we nog moeten kijken, wat het is. En een launch kit. Staat ook not for sale bij, dus het is heel exclusief. Dat denk ik wel. Ja. Normaal krijgen alleen winkeliers dit soort dingetjes. Want in Nederland heb je natuurlijk niet alleen in Utrecht, maar ook in alle andere grote en soms ook kleinere steden heel veel van die bordspellenwinkels, speciaalzaken. En daar kan je die dingen allemaal kopen. Ja, maar je koopt dit niet bij de Intertoys. Nee, daar kan je het niet vinden. Daar vind je een beetje meer het rationele bordspellen en alles een beetje nog tot de kolonisten van Catan en Carcassonne. Mag niet meer. Het is nu tegenwoordig Catan. Kolonist is eraf gehaald, want dat is discriminerend. Ja, maar dat krijg ik niet uit mijn systeem. Je weet, ik heb daar gewerkt en ik heb de marketing voor die spellen gedaan. En dat heb je goed gedaan, Kolonist is heel groot. Ja, nou, dat was toen al groot. Dat is niet alleen maar mijn credit, maar een beetje mocht ik bijdragen. Okay. Dus dat was leuk. Maar jongens, dit is de doos. Ik vind het is een mooie doos, want hij is ook mooi, zeg maar... Hoor je het? Hoor je het ook? Ik hoor het. Is niet glad, zeg maar. De camera staat thuis. Ik ga het af en toe een beetje schuin houden. Dus wees niet bang. Ik vergeet jullie niet. Ik vind dit trouwens een hele vette stormtrooper. Überhaupt. Laten we zeggen dat hele artwork. Of dat nou de regels zijn. Of dat het box art is. Of ook alles wat aan promotiemateriaal daaromheen bestaat. Dat is gewoon super vet. Het ziet er allemaal super gelikt uit. Ik word er blij van als Star Wars fan. Ja, snap ik. Ook die posters. Ja, één poster heb ik toen al gehad. Dus daar weet ik wat erin zit. Bij die andere dingen niet.
Maar dat was ook echt fantastisch. Nou ja, en ook op dat launch event hadden ze ook heel vette battle areas nagemaakt waar we het allemaal op speelden. Dat zag er zo vet uit. Daarom, tabletop game. Dat was een hele tafel die eigenlijk bestond uit een base en heuvels en weet ik wel wat allemaal. En dat zag er inderdaad fantastisch uit. Ja, vet artstijl. Heel vet. De geur van een nieuw bordspel wordt al gezegd. Oh. Zo awesome is dat. Vinden jullie dat ook zo awesome? Ja. Ik heb dat altijd. Als ik een bordspel openmaak en dan ook die counters die erin zitten eruit punchen en zo. Zo goed gevoel. Dit is de doos. Dan wil ik eigenlijk hier mooi zo, even hier zo mooi, dat we dat hier vast hebben. Mensen weten waar het over gaat. Snap je? Ja, dat ja het is een beetje. Gedaan, ik heb hier met die postcards die ik hier heb. Daar staat een beetje, want daar staat precies op wat allemaal aan producten bestaat. Daarom zeg ik, daar kunnen we straks wel goed nakijken. Heb ik een beetje een klein Star Wars voortgebouwd dat het niet zo kaal is. Ja, en mensen vragen gelijk, wanneer gaan jullie spelen? Dit is even een test, hè? En misschien gaan we het later weer spelen. Dus ja, leuk. We gaan het eerst even laten zien. Ik wil het wel. Dus ik wil heel graag spelen. Maar laten we eerst eventjes kijken wat het is. Ja, jij bent zo druk. Hey, we beginnen met een boekje. Maar dit is gewoon volgens mij de catalogus van andere spellen die er nog meer allemaal bestaan. Ja, dus laten we eventjes eentje voor de grap. We hebben eentje sluitreclame van een ander spel. Star Wars Legion is van Fantasy Flight Games. Ja. En Fantasy Flight Games is een van de grootste bordspellenmakers die bestaat. En die hebben ook heel veel bordspellen over videogames. De eerste die ik over videogames van hun heb gespeeld is Warcraft. En dat is denk ik al een jaartje of 10, 12 geleden. Gigantische box. Mega veel miniatures. Hey, hoe zit het eigenlijk met Star Wars Rebellion? Is dat een beetje een ding? Ik heb dat hier en daar gezien, maar ik heb nog niet veel mensen het zien spelen. Ik heb wel de X-Wing miniature game. Die vinden we bijna fantastisch. Die heb ik bijna alle dingen van. Ja, die is ook heel leuk. Je hebt wel heel veel. Game of Thrones hebben ze ook. Ja, goed, dat is ook van hun. Dit is het folder. Volgens mij hebben ze ook Doom gemaakt en al dit soort bordspellen. En hoe heet die andere? Dark Souls zou ook van hun kunnen zijn, dacht ik. Ik weet het niet precies, maar die andere zeker. Ja. Learn to Play. Dit is het boekje wat ons gaat vertellen. Och, nou komen we bij alle dingen. Gaan we die allemaal uitdrukken? Ja, dat mag. Jawel, gaan we doen. Ben jij zo iemand die regels leest? Ik kan dat niet goed. Ik kijk tegenwoordig heel veel op YouTube. Want het is niet alleen dat het heel erg leeft op Kickstarter met die bordspellen. Maar je hebt ook ongelooflijk veel video's over mensen die uitleggen hoe een bordspel werkt. En de regels aan je vertellen en zo. Begrijp ik. Maar ik vind wel altijd dat die boekjes er mooi uitzien. Nou zie je een beetje de omgeving die we hadden tijdens dat launch event. Toen hebben ze ook die dingetjes nagemaakt. En dan gaan dus mensen ook echt doen, hè. Die gaan helemaal situaties uit Star Wars gaan ze nabouwen. En dat is natuurlijk wel heel vet. Dan wordt het allemaal wel heel realistisch van. Maar dit is, ik lees natuurlijk de boekjes niet, want ik heb jou. Dus ik heb dat helemaal niet nodig. Maar... Je weet, wij hebben dezelfde uitleg gehad tot nu toe. En ik heb nog een klein beetje meer bekeken, maar niet heel veel meer. Want dat moet ik doen natuurlijk, zodra we het gaan spelen. Want ik zie ook... Sebastian zeggen Friday Night Live met dit bordspel. Nou, ik vind het een goed plan. Maar goed, we moeten Peter nog overtuigen. Wat heel vet is dat je die barricades in het spel... Komen straks wel verder op, hoor, maar dat wilde ik wel even benoemen. En dan is dus de kans dat je geraakt wordt kleiner. Ik vind dat zo leuk. Daar moeten we denk ik wel uitgebreid over hebben. Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar dat vind ik vet. Ja, nou goed, je werkt natuurlijk met cover systeem. Ja, en je werkt niet alleen met van, oh, ik beweeg dit figuurtje en ik ga een dobbelsteen gooien en schieten. Nee, daar komt nog het een en ander bij kijken. Je kan je verstoppen achter barricades, maar ook achter huizen, achter andere dingen die cover geven. En daardoor wordt het moeilijker geraakt te worden. Je kan bijvoorbeeld op een goede positie zitten waar je weer makkelijker anderen raakt en zo. Maar goed, dat laten we zo wel even zien. Dan ja, kom op. Met de figuurtjes erbij. Maar dat vind erbij ik heel leuk. Dat is ook heel leuk. Dat de complexiteit erin zit. Ja, je kan het ook een stuk makkelijker spelen. Want ik heb ook vaak dat mensen zeggen, ja, dit is een heel leuk bordspel, maar ik snap er sowieso niks van. Ik kijk steeds op het scherm in plaats van de camera, maar dat is helemaal niet erg. Nee, maar ik kijk, ja, wat jij doet is niet erg. Jij kijkt naar dit scherm. Ik kijk naar dit scherm. Ik kijk naar dat scherm, dat is heel slecht. Ik moet gewoon daarin kijken. Hai. Ja, maar dit is ook interessant, want dan zie je hoe we in beeld zijn. Ja, precies, want ik wil weten wat ik laat zien. We hebben gewoon te lang niet meer gestreamd. Ja, ik heb echt wel heel lang, ja, sorry jongens, ik heb heel lang niet gestreamd. Ja, ik heb nog langer niet gestreamd dan jij, maar dat maakt niet uit. Dit is een goede reden om het wel weer op te pakken. Zeker. Dit zijn alle, hoe noem je dit officieel? Dat zijn... Tokens? Ja. Tokens, counters, komt erop aan. Dat zijn er altijd heel veel bij dit soort spellen.
Ik weet dat bij de X-Wing Miniature Game, die ik heb, mijn kast ligt ook vol met dat soort dingen. Ja, je hebt ook hele storage systemen alleen voor counters en extra materialen en zo. En heb je van die wooden boxes. Ik heb dat laatst gehad voor 1-2 spellen waar je dan de kaarten in opbergt. En dan moest je de box bestellen en die moest je dan zelf met houtlijm in elkaar lijmen. En dan moest je 3D printen, die dividers met de naam van de kaart zet daarop en zo. Helemaal awesome. Dus je kan er helemaal in opgaan, maar je hebt inderdaad heel veel counters. Wat gaan we ermee doen nu? Laten we ze even zo makkelijker voor het vervoer. Ja, nou dat niet alleen, maar ik denk dat er ook heel veel meer dingen in de doos zitten. Ja, we moeten ook nog heel veel in elkaar gaan zetten. Daar hebben jullie nog in vergist, maar dat moet ook gebeuren nog. Ja. Dus dit zijn de counters, dan kijken we wat we mee doen, maar laten ze voorlopig even hier liggen. Goed, zijn er in ieder geval heel veel, of de tokens of whatever, hoe je ze ook wil noemen. Star Wars Labo wordt er gezegd. Dat vind ik best wel een goede opmerking. ja. Dit zijn alle dingen die erin zitten. Alle figurines of de figures. En de kaarten. Waar wil je mee beginnen? Wil je beginnen met de regels, de kaarten, de figures? Gaan we gewoon bouwen? Ik wil wel even figures zien. Figures is leuk. Miniaturen, obstacles, alles. We beginnen niet en alles daaromheen kunnen we natuurlijk erbij vertellen. Maar... Ja, dat is waar. Maar zullen we gewoon beginnen met een paar poppetjes dan? Of wil je beginnen met de voertuigen? Of wil je ik geef jou gewoon Darth Vader. Vind je dat vet of niet? Ja, die vind ik zeker wel vet. En ik begin gewoon met wat simpele dingen. Ik ben een hele simpele ziel. Ik ga naar de barricades. Ga ik gewoon bekijken hoe die eruit zien. Wil je ze ook meteen plakken? Moeten de barricades geplakt worden? Nee, ik bedoel die figures. Want de figures op de pootjes, ja. Kijk eens, daar gaan al de eerste kaartjes. Maar dat is niet erg. Nee, kijk want dan. We hebben de bases. En daarop plak je dan de figures. Ja. En nu haal ik mijn vinger ervoor. Maar nu valt Luke uit elkaar. Ik pak even een andere. Ja, want dan moet je dus ook lijmen. Dus voordat jullie denken van ja, het valt allemaal uit elkaar. Ja, het is nog niet gelijmd. Nee, het is niet gelijmd. Je kan het namelijk zelf in elkaar zetten zoals je wil. Dat betekent dus wat bij dit soort spellen heel... Ik pak hem. Ja. Ik kan dit. Jij kan dit heel goed. Ik kan dit niet zo kijk, dit is namelijk een bazooka stormtrooper. Precies. Als het ware. Je kan van alles en nog wat customizen met die figuurtjes. En met dit soort figuurtjes kun je dan... Kijk, jij pakt ook de diepte, want het is een dure camera die we dit keer gebruiken. Wow. Zie je het even? Bam. En fucking webcams. Face. Ja, in je face. maar dan kun je dus ook bijvoorbeeld de verkiezing nemen. Ik wil eigenlijk liever dat die omhoog richt. Zo. Precies. Dus dan kan die dan omhoog richten. En dan is het weer realistischer als je hem altijd achter de groep zet, bijvoorbeeld. Ik zou dan heel erg zo gaan roleplayen. Ja, dat zou ik vet vinden. Want als hij altijd achter de groep zit, dan kan een over... Jij past je speeltuin op je speelstijl op je figures aan. Dat is heel goed. En dat is dus het vette, want er zitten dus ook allemaal barricades in. En die barricades verlagen ook de hitmarkers. Dus je krijgt dan ook een lagere kans om geraakt te worden als je die gasten achter een barricade zet. En dat ziet er super vet uit, want dan krijg je dus dit effect. Het is echt heel tof. Oh, het is echt vet. En dat ik ziet vind er wel echt goed uit, man. En dit is echt heel tof. Ik ben wel blij met die met dit soort details. Het ziet er ook gewoon goed uit, weet je. Het is gewoon geen troep. Ja, weet je wat het is? Het is met dit soort spellen gewoon evenveel beleving als dat het een goed spelsysteem is. Ja. En het spelsysteem zit hartstikke goed in elkaar. Wil je wat drinken trouwens? Ik heb eigenlijk alleen dit. Nou, water vind ik wel fijn. Zal ik even water weer pakken? Ik drink geen Red Bull, dan ben je binnenkort gestopt. Nee, light. Ja, maar ook in light. Oh, okay. Is niet goed voor mijn hart en zo. Oké, okay. Hier rikket ik. Zie trouwens, ik heb voor Koningsdag schoenen gekocht, jongens. Kijk eens, vet hè? Wow. Dat zijn Vader en Luke. Krijgen we... zakje. Wat zeg je? Ja, in één zakje. Die zitten al te beppelen. Oh, ik had eerst de arm moeten doen. Dat is mooi, hè? Als het nog niet gelijmd is. Kan je het nog aan elkaar halen. Zo. Awesome, dankjewel. Glaasje water voor Jurgen. Toppie. Ja, joh, die zitten met elkaar in een zakje constant van I'm your father. Ja, ik weet nou wel. Je bent mijn vader. Komt er nu ruzie te maken. Dat zou heel vervelend zijn. Dat is zo leuk als je die scène voor het eerst met je kids gaat kijken. Ja, die zitten echt zitten in shock. Oh, nee, is hij zijn vader? Yep. Ja. Is dit eigenlijk een spel van Star Wars? Ja, dit is een spel van Star Wars. Het is een bordspel van Star Wars. Ja, ze schakelt later in, hè. Dus dat heb je. Oh, en ik wil eventjes weten hoeveel figurines er nou in zitten. Want ik heb hier een hele zak vol poppetjes. Dat staat op de achterkant, denk ik. Dus hier op de onderkant is dat dan. Dus dat wordt moeilijk onderwijs. Dan ga ik even proberen of ik het voor elkaar krijg met de weder. Kijk eens hoe awesome. Mid lightsaber.
en alles. Er staat hier 33 plastic miniatures, maar er zitten natuurlijk ook wat grotere in. Maar het is echt heel veel, dus het zullen een poppetje of 30 zijn, 25. En dan nog een paar van die grotere. Die grotere gaan we natuurlijk ook in elkaar zetten, hè? Wees niet bang. Ja, dat is Vader. Vader ziet er awesome uit. Dat zou ik zeggen. Moet jij nog een pootje hebben of je hebt een pootje? Oh, moeten we meteen erop lijmen? Nou, ik vind mijn Vader wel leuk om die even op het pootje te lijmen. Doe toch? Jij dat maar. Oké, nou, doe jij Luke dan. Dan hebben we er allebei één. Wat is het nou ook zo dat zwart dark side is en rood light side? Rebels? Ja, ik ga ervan uit van wel. Tenminste heb ik dat tot nu toe zo gedaan. Ik heb hier een Rebel op een rode base geplakt. En ik denk dat ik dat zo hou. En dan is het makkelijk onderscheiden wat je leger is. Want als basis misschien... Ja, deze... dit heb je met lijn. Ja, dat maar zit gelijk vast. Daarom heb ik ook een nieuwe voor je. Ik denk mee. Ja, je weet hoe geduldig ik ben. Ja, niet dus. En hoe... Moet dit... Hoe pleur ik dit dan? En volgens mij draai je hem gewoon... Door? Ja. Nee, hij zit nu nog dicht. Moet ik hem doordraaien? Je draait hem helemaal dicht. En dan klikt die soort van open, dan hoor je dat ook, volgens mij. Oh nee, het is een dubbel... Kijk, zo zit het. Toch of niet? Ja, dat bedoel ik. Maar dan moet je hem eerst helemaal dicht draaien, zodat die open is. Nou, ik ga nu lijmen. Ik lijm... Moet ik onder de pootjes lijmen of moet ik op de... Ik denk onder de pootjes. Onder de pootjes, maar anders zit je die base vol met lijm te smeren. Is ook zo. En dan, En natuurlijk heeft Darth Vader geen pootjes, maar voeten. Want hij heeft wel gewoon gestudeerd. Jezus Christus. Heb je nou in de doos geknoeid? Serieus? Ja. Zo eentje ben jij? Nee, het is niet leuk wat ik nu doe, maar ik kon er echt niks doen. Je zag het. Ik zag het. Je was te overenthousiast. Ik kan er wel wat aan doen. Nee, maar dit moet ik gewoon nog even leren. Maar goed, dit is wel Dart. Ik vind trouwens wel dat ik hem heel mooi op het pootje heb gezet. Zijn voet zit net op de rand. Precies, mooi. Dat heb je wel mooi gedaan. Kijk, dit is Darth Vader op het pootje. Pak op even. Op de base. Op de base. En kijk even of die scherp stelt. Ja, hij is gesteld. Kijk dan, Darth. Hij doet ook zijn force choke constant. Natuurlijk. Maar dit moeten we dan verven. Dit is wel moeilijk verven. Want het zijn echt die details ook die je op zijn borst moet gaan doen. Want dat moet natuurlijk rood en blauwe lampjes zijn. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb, zoals gezegd, best veel geverfd vroeger. En ik heb dat met Warhammer miniatuurtjes gedaan. Die ongeveer net zo, qua scale, net zo groot zijn als deze. Mm-hmm. En dat was al moeilijk. Dus ik denk die details op Darth Vader hier. Als je die voor elkaar te krijgen, dan moet je echt wel... Even oefenen. Want je gaat het eerst... Meestal, daar zou ik eerst zwart maken. En dan vervolgens ga je daar weer met kleur overheen. Dus je kan niet dat grijze poppetje zoals het nu is verven. Kan ook, maar dat wordt meestal niet zo mooi. Dus je gaat het... Je moet meestal een soort grondverf doen. Precies. Grondieren. Wat is dat in het Nederlands? Grounden? In de grondverf zetten. Nee, ik weet het wel, maar komt straks. Er komt straks deze een woord voor. Maar daar gaan ze wel. En dan ga je steeds lichten en lichten. En daardoor komen de details uit. Zoals bijvoorbeeld zijn mantel aan de achterkant. Hoppa, gaat de volgende kaart. Gelukkig heb ik genoeg. Zijn mantel, als je daar eerst dus een beetje wit en zwart gaat doen. Een klein beetje. En dan ga je er overheen brushen. Dus dan ga je met je verf eerst eventjes alles uitstrijken. En dan een klein beetje in die kwast laten. En dan er overheen brushen. En dan ga je weer een beetje lichten en weer een beetje lichten. En dan blijft... dat lichten voornamelijk op die punten plakken die het meest buiten zijn. En dan krijg je helemaal diepte effect mee. Juist, daar wil ik naartoe. En dat kan wel heel mooi zijn, maar het is ook best moeilijk en best tijdintensief. Ja, maar deze ook. Je moet zijn lightsaber sowieso rood maken en dan zijn handvat moet natuurlijk alweer grijs. Ja, precies. En eigenlijk, elke Jedi en elke Sith heeft natuurlijk ook een ander handvat. Dat wordt wel heftig. Nou ja, goed. Tenminste, de stormtroopers zijn makkelijk. Want, de stormtroopers zijn lekker wit. Die zijn wit-zwart. Dus dan ga je zwarte ground base doen en dan wit eroverheen. Hebben wij hier een handleiding voor? Ik zie heel veel kleine stukjes. Er zijn namelijk ook in elke set zitten niet alleen allemaal stormtroopers en Jedi en Sith en Rebels.
maar ook een aantal voertuigen. En ik heb hier... Tenminste in de basisbox. In de basisbox. We hebben hier ook de basisbox. En in de basisbox zit in principe genoeg speelmateriaal om met z'n tweeën prima te kunnen spelen. Dus daar zit één leger in van Darth Vader, dus van de Dark Side. En één leger van Luke, met Darth als leider voor de Dark Side en Luke als leider voor de Rebels. Ja, sorry, ik wil toch even twee stormtroopers laten zien. Want ik vind, ja, ik vind ze te vet. Ik vind deze zo cool namelijk, want deze echt badass. Dit zijn echt badass stormtroopers. Even kijken hoor, want dit zit dan zo, denk ik. Ja, dit zit zo. Ja, ja, ja. Oh, kut. Zo, toch? Het kan ook zijn dat dat niet de juiste arm is. Oh, jawel. Jawel, want het zijn twee dezelfde armen. Okay. Maar deze guy is echt awesome, want... kijk nou. Ja, het is misschien een beetje lastig. Let op, hij heeft zijn gun naar beneden. Moet nog lijmen, hè? Hij heeft zijn gun naar beneden, zie je dat? En hij wijst als het ware zo van... Kijk daar, de rebels, come! Hij staat echt fucking cool gewoon te wijzen naar de battlefield. Hier word ik heel blij van. Ik vind het leuker dan als ze zo zitten. Kijk nou. Ik vind het ook awesome. Hij stuurt zijn mannen gewoon erop af. Dus dit is eigenlijk... Je zou bij hem bijvoorbeeld, wat ik zou doen... Ik zou zijn schouderplate zou ik dus Commander Rood maken. Want hij is degene die wijst. Dat vind ik ook. Dat ben ik volledig met je eens. Nou, voilà. Dat zijn we met elkaar eens. We gaan wat voertuigen bekijken. Of wil je eerst kaartjes doen? Wat ik nog wilde zeggen is dat er dus een soort van twee legers in zitten. En zo'n spel werkt altijd dat je tegen elkaar speelt. En beide legers hebben een leider. En zoals gezegd, eentje is Vader voor de Dark Side en eentje Luke voor de Rebels. Je speelt dus tegen elkaar en je kiest je eigen leger, dus die figuurtjes met die je speelt, op basis van punten. Iedere figuur heeft een bepaald aantal punten. Bijvoorbeeld, dat staat dan op die kaartjes, maar die stormtroopers hebben volgens mij zoiets van 20 of zo. Vader heeft zoiets van 200. En dan kan je dus zeggen van nou, we spelen met 600 punten tegen 600 punten. En dan kan iedereen kiezen welke figuurtjes of voertuigen. Want die voertuigen zijn dan ook 150, 200 punten of zo. Dus dan kan je mixen zoals je dat zelf wil. Ja. En zo is het ook iedere keer anders. En Het is iedere keer anders, mits je een beetje andere sets ook koopt. Dat is natuurlijk ook mooi, want dan kun je meer kiezen. Ja, maar daardoor, met dat basisset heb je dus al heel veel keuze. Ja, dat is waar. Je hebt verschillende wapens voor bijvoorbeeld de Stormtroopers en de Rebels, waar je uit kan kiezen als je ze in elkaar zet. Je hebt natuurlijk beide leiders, die zijn hetzelfde, maar er komen straks ook nog andere leiders voor beide kanten erbij als uitbreidingen. Die zijn in de eerste uitbreidingsset nog niet aanwezig, maar die komen straks wel. En je hebt wel dus de mogelijkheid, zoals we hier zagen met een stormtrooper met een heavy weapon. Een bazooka. Bazooka, dus een zwaar wapen. Maar je hebt natuurlijk ook stormtroopers met blasters en je hebt speederbikes. Ja, dude, scouttroopers zitten hier ook. Maar die komen straks, want we zijn speederbikes. Ja. Want die speederbikes wil ik eigenlijk gaan bouwen. Ik weet alleen niet of er een handleiding voor is, omdat we dat gewoon moeten gaan gokken. Ik zou gewoon even in de handleiding kijken. Maar ik denk dat er in ieder geval wel een klein overzichtje in staat van... Hier zitten echt kleine onderdelen in. Dus ik zit even te kijken of ik een beetje een ondergrond kan maken van iets. Ja, kijk, hier staat het allemaal. Oh ja, Jezus. Ja, ik zie het. Er staat allemaal hoe je het in elkaar moet zetten en welke onderdelen erbij horen en hoeveel verschillende figuurtjes er zijn. Maar gaan wij nu een speederbike in elkaar zetten of wil je dat eigenlijk niet? Ik vind het prima, waarom zou ik dat niet willen? Ja, omdat ik het weer verkloot natuurlijk. Ja, je moet wel... Ja, ik ga wel voorzichtig zijn. Je moet wel voorzichtig zijn, vind ik, ja. Dat is de nerd in mij. Die is heel voorzichtig met zijn spullen. Ik ben ook voorzichtig met jouw spullen, alleen ik schoot gewoon uit. Het zijn onze spullen. Ja, nee, dat is waar, maar ik vind het wel zonde als we het niet maken. Ik maak een grapje. Maak het nou en dan kan je het ook laten zien, want dit is juist awesome. Dit wil je laten zien. Ja, maar wil jij dan die grote maken? Er zit namelijk ook een ATST. Of nou, het is niet een ATST. Hoe heet de dingen? Nou, ik denk we beginnen eerst even ATRT. We beginnen eerst even met een speederbike. Oké, zal ik het dan gewoon hier doen? We hebben wel mooi ondergrond. Ja, maar dan plakt die handleiding aan elkaar en dan kan je niks meer zien. Dat is misschien niet zo heel slim. Had ik in mijn puberteit ook veel last van. Zullen we even... zo! Maar goed, dat maakt verder voor het verhaal. Heb je toen ook Star Wars zitten kijken? Princess Leia? In de gold bikini. Of...
Han, maar goed. Hoe dan ook. Of Han, ja. Han. Ja. Dat kwam later. Later ontdekte ik Han. Ik ga gewoon eventjes door. We gaan even kijken wat in de demo kit zit. En misschien zit er iets in wat we als ondergrond om in elkaar te knutselen zouden kunnen gebruiken. Joris die host ons nu. Joris Hulde. Dat had ik ook moeten doen op mijn Twitch account. Nou, heb je niet een mobiel? Ja, 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 dat heb ik. Maar hoe host ik dan? Ja, dan moet je even uitleggen. Jongens, hashtag host, moet je even uitleggen. Leggen zij eruit. Jezus, wat is dit allemaal? Oh, je pakt gelijk de press kit erbij. De demo guide. De demo guide. Ja, ik dacht, daar kunnen we iets als ondergrond gebruiken. Maar dat is denk ik niet zo handig. Nee, maar zoiets, dit kunnen we wel gebruiken. Ja, dit is namelijk... Daar hebben we heel veel van. Vul dit in en je krijgt een gratis spel. Maar die kunnen we wel gebruiken. Nee. Dat niet? Nee, anders had Jurgen dat niet gegeven. Maar dat is wel leuk, want je ziet al die materials en zo die we hier hebben gekregen. Maar dus die winkeliers, die hebben dat ook allemaal gekregen. En wat ik van de uitgever te horen heb gekregen, is dat in heel veel winkels over heel Nederland dus ook toernooien gaan plaatsvinden met dit spel. En dat je dus eigenlijk niet alleen... voor de lol die dingen in elkaar zet en eventjes gaat verven en thuis op je zolderkamertje 1 tegen 1 gaat spelen of je kan natuurlijk ook met 2 tegen 2 spelen, dan ga je gewoon de verschillende legers die je hebt ga je onderverdelen, maar dat je ook competitief kan spelen. Jemig, maar ik wist het helemaal niet, sommige dingen kun je helemaal niet. Oh, wacht. Moet dat dan zo? Maar soms zit er niet eens een schuifje. Soms moet je gewoon echt plakken op dat er niet een gaatje in zit waar die in past. Je hebt duidelijk nooit Warhammer gespeeld. Nooit? Nee. Dat kan. Dat het niet per se erin past. Nee. Dat je gewoon goed moet plakken. Vind je dat te veel gedoe? Nee, ik vind dat niet te veel gedoe. Maar ik vind dat nogal... Daar kan veel misgaan. Veel vragen van mijn gebrekkige talent hierin. We hadden Tom moeten hebben. Die is hier heel goed in. Ja, maar ook niet hoor. Ook niet? Nee, het valt tegen. Even kijken. Nee, maar dit kan ik wel. Deze snap ik. Dat is die achterkant. Die snap ik. Dat is het achterlicht. Dat is dit, toch? Niet? Ja, toch? Niet? Ja. Even kijken. Jawel, ik klop wel. Klopt dit? Ja, staat hier ook bij. Ja, dan we beginnen gewoon met een makkelijke. Waar laat ik mijn lijn nou? Hier. Ah, ja. Ik ga heel veel zitten drukken, jongen. Echt, ik heb het nu geleerd. Nee, ik heb mijn lesje geleerd. Dat maakt niet uit. Heb je heel veel in de box geknoeid? Nee, maar niet. Nee, ik heb niks in de box geknoeid. Ik heb over zijn cape geknoeid. Oh, aan de binnenkant. Over zijn cape? Ja, niet in de box. Oh, dat valt te fixen. Aan de binnenkant. Oh, ik zie het daar. Ja, ik snap het. Precies. Hem. Ik schoot gewoon daar uit, zeg maar. Dat ik iets te hard kneep. Kijk, ik ben een knijper. Dat valt te fixen. Ik dacht, je hebt die halve box. Nee. Er zit niks in de box. Niks in de box. Oké, dit is 1. Maar dat blijft het zitten? Ik moet wel zeggen, het is wel goede lijm. Is Bison ook een sponsor van ons? Nee. Het is goede lijm, Bison. Goed gedaan. We mailen ze. Ja. Maar goed, dat regelt Jurgen. Even kijken. Heb ik al gedaan vanochtend. Ja, heb je Bison al gemaild? Het zou me niks verbazen. Je zou doen ook gekke commerciële gast die je bent. Maar deze moet... Je moet wat? Deze moet hier, denk ik, toch? Als ik deze hier plak, is dat goed? Kijk even mee, alsjeblieft. Moet ik eerst even meekijken? Ja, want ik word hier heel onzeker van. Dat maakt niet uit. Je kan niet zoveel verkeerd doen. Nou. Weet je, dan is het een mooie custom speedbike. Ja, jij met je mooie custom speedbike. Wacht, deze doe ik even heel voorzichtig zo. Maar je hebt dus eigenlijk... Ja, hij laat het hier van beide kanten zien. Dus je kan niet zo heel veel verkeerd doen. Ik schrijf deze gewoon hier op. Maar dan moet ik wel lang blijven zitten, of niet? Secondenlijm, dus tenminste één seconde. Maar vaak langer, hoor. Oh, zo, jezus, echt goede lijm. Kijk dit. Oh, fuck. Hij plakt aan je vinger vast. Oh, ja. Ik trek mee de vinger kapot. Ik wist niet dat dat bestond. Dat is dus secondenlijm. Ja, ik heb wel vaker secondenlijm, Jurgen. Dat werkt echt niet zo goed als deze. Dat is echt goede lijm. Oké, maar dit heb ik nu ook. Iemand wilde mij het hosten uitleggen, maar Twitch pakt hem niet. Maar inderdaad, /host en dan de naam van de streamer. Dan moet ik zo even kijken. Ik heb de app. Peter is nog wel even bezig. Ja, ik ben nog wel even bezig hoor. Maar het resultaat, jongens, het resultaat wordt fantastisch. Dat sowieso. En we hebben alle tijd. Dus, kijk wat, hij zit er namelijk al op. Dat is dat dingetje eronder.
Dit is een soort balans. Ik ben steeds meer onder de indruk van je camera, want dat kan je echt mooi laten zien zo. Oh ja, goed hè? Ja, heel weet goed. Jij hebt het een half jaar voor gevraagd, maar dan gebeurt het ook hier hè? We hebben hier een half jaar voor geoefend, om jou hier binnen te halen. Ja, maar dus dan staat er ook de goede camera. Even een dingetje jongens, als je deze secondenlijm van Bison gebruikt, let op, want ik lijmde het echt mijn vinger vast. Ik trek gewoon een stuk vel eraf. Ik vind hem bijna een beetje te vloeibaar. Ik had vroeger ook secondenlijm waar ik dus miniatuurtjes mee in elkaar ging zetten. En ik kan me het merknaam niet meer herinneren, maar dat was iets minder vloeibaar. Want ik had dat toen ook, dat het een beetje alle kanten op ging. En dat moet je straks als je de voertuigen of de miniatures gaat verven of bewerken. Dan moet je dat niet hebben. Moet je dat eigenlijk niet hebben, want dan moet je dan weer affilen en zo, want dat ziet er dan niet mooi uit. En, maar het valt wel mee. Ik ben nu wel echt bezig met iets supermoois. Dit is namelijk de voorkant. En op die voorkant zitten van die balansdingetjes. Zie je dat? Ik vind jou goed bezig. En dit is de een van de twee, dus nu ga ik de andere er ook op zetten. Ja, maar goed. Ik weet niet of ik het goed doe qua... Of het zo moet. Of het zo moet. Of qua lore helemaal goed is, maar goed, dat... Ja, maar nogmaals, dat zijn custom speedbikes. Ja, dat is waar. We geven een stukje ziel mee hieraan. Ja. Ik ga met die lijm ga ik in ieder geval niet mijn handtekeningen laten zien, want dat is me te gevaarlijk. Dat snap ik. Ja, want Jurgen gaat straks allemaal handtekeningen laten zien, want die gaat al die beurs af. Ja, nou, niet alleen dat, ja. Nu heb je de beide... Kijk, dit ziet er best wel vet uit, toch? De beide... Dat ziet er heel vet uit. Ja, een soort balansdingetjes zijn het aan de voorkant. Echt wel heel tof. Ja. Ik ga niet alleen die beurzen af. Ik heb zelfs geholpen bij de Echo Base Comic, waar Peter ook is geweest. En waar heel veel Star Wars acteurs zijn geweest. Ja, dat was echt heel vet. Dat was heel leuk, ja. Oké. Ademen moet je ook niet doen. Alles is weg. Ik ben al bijna klaar hoor, want ik hoef nog maar twee stukjes. Nee, dat is goed. Ik wilde sowieso nog een paar dingen vertellen. Misschien is het nu wel leuk om te laten zien. Heb jij een plaatje van dat ding ergens? Van die speederbike? Van die speederbike? Dat hebben we zeker ergens. Oh man, die lijm man. Ik moet echt een half uur een bad gaan weken vanavond. Het zit echt helemaal vast. Het lijkt op iets anders, maar het is echt lijm. Het zit helemaal vastgeklit hier. Helemaal gek van. Daar zit is veel te beschaafd voor mij. Sorry, ga verder. Ja, nee, ik ga je niet mee. Ik hoor je wel, maar ik vind je een beetje te extreem. Want Star Wars publiek is een net publiek. Ja, oh ja. Nee, de laatste film gezien. Ja, daar is de speederbike. Die staat daar ook op, maar een beetje erachter. Jij staat er een beetje achter, maar er moet nog een soort van lamp op en een soort van... God, dat dit blijft zitten. Ik vind het wel echt heel knap. En... Ik wil nog een beter plaatje. Daar kan ik ook eventjes kijken, want hier staat op wat er namelijk nog allemaal bestaat. Ah, dat is te fel. Oh ja, nu kan je het een beetje zien. Ja, zullen we dat straks even bespreken, want dan wil ik eigenlijk wel bij zijn. Want wil je daar wel bij zijn? Oké. Okay. Je wil eigenlijk weten wat je allemaal moet kopen. Ja, in geest wil ik daar heel graag bij zijn. Nou ja, ik denk het makkelijkste is sowieso om een starterbox te kopen, om een corebox te kopen, als je het interessant vindt. Want daar zit alles in, zoals gezegd, om met z'n tweetjes te kunnen spelen. Ik heb mensen horen zeggen dat het ook niet onhandig is om twee coreboxen te kopen. Want dan kan je net wat meer variatie doen. En je hebt net wat meer miniatures om uit te kiezen om een leger te bouwen. Maar als je bijvoorbeeld denkt van nou, ik wil speciale units of ik wil andere dingetjes die niet in de corebox zitten, dan bestaat daar ook de mogelijkheid voor. Maar daar wil Peter dus bij zijn, dus gaan we daar zo over hebben. Ja, daar wil ik heel erg bij zijn, want ik wil dat allemaal weten. Ben jij zo iemand die dit bijvoorbeeld, kijk, ik zie ons dit spelen, dat hebben we al gespeeld, vinden we hartstikke leuk. Mm-hmm. Je weet, ik word hartstikke competitief. Ja, jij wordt wel heel competitief, Jurgen. Ja, als ik speel, wil ik ook winnen. Ja, maar jij zegt, je doet nou net alsof dat een positief iets is. Natuurlijk. Oké. Okay. Is dat negatief dan? Ja, vinden we jou heel competitief. Heel ongemakkelijk. Intimidatie is ja. Al de halve overwinning. Dat is waar. Toch Duitser, hè? daar mag ik wettelijk gezien geen grapjes over maken. Kijk, ik heb er nu een gun onder gezet. En dan gaat hij snel door. En een soort van verrekijker. Ik weet eigenlijk niet wat dit is.
Maar die moet volgens mij eronder. Maar goed, maar jij. Ja. Ga verder. Je bent nog een competitief actor. Ja, dus ik heb ook het ene en andere Warhammer toernooi gespeeld. Ik heb zelfs nog wat bekers thuis staan van diverse toernooien. En nou, dat was voor mij niet alleen met bordspellen, maar ook met kaartspellen, Magic en zo natuurlijk een ding vroeger. Nu heb ik daar helemaal geen zin meer in. Ik vind het superleuk om met vrienden dit soort games te spelen. Dus ik zou niet zo snel naar een competitie gaan. Ik zou wel gaan om te kijken, denk ik. En dan kan ik gewoon een half uurtje, uurtje kijken. Ja, en zou heel erg oordelen over de speelstijl van en mensen. En hoe de mensen die figuurtjes hebben geverfd en hoe ze eruit zien en hoe ze hun legers hebben ingedeeld en zo. Dat vind ik dan wel interessant, maar ik ga er niet meer met kids en weinig tijd en zo. Dan heb je daar sowieso niet meer zo zin in. Maar ben jij zo iemand die competitief nog ergens dit soort dingen zou... Nee, maar ik kan dat allemaal niet. Nee. En ik word er heel verdrietig van. Oké. Ik zie dan alleen maar mensen dan die... Dan kom je tegen zo'n mensen als mij die... Ja. Nee, maar ik kan heel slecht tegen intimidatie. Dus ik blokkeer dan. Nou, maar ik weet dat dit wel een dingetje is voor de core community. En nogmaals, ik heb zelf er ook aan meegedaan. Ik vind dit absoluut top dat dit gebeurt. Maar ik heb daar gewoon op dit moment net zo tijd voor, maar ik weet dat de core community daar wel heel erg op zit te wachten. En dat hele organized play gebeuren en zo, dat is natuurlijk echt super vet. Omdat je dan, mega vet. Dat je ga je gewoon jezelf testen tegen andere spelers en dat is gewoon altijd leuk. Ja. Als je ergens goed in bent. Kijk, wij zijn niet zo goed, tenminste jij wel. Nee. Jij bent er natuurlijk wel goed in, dat snap ik ook allemaal wel. Ja. Ik zoek scoutroepers met armpjes. Want die moeten hier op. Kijk, deze piepo's. Ja, maar... Kijk, ik ga eventjes... Doe ik weer hierin doen. Heb je ze daar? Nee, hè? Nee. Jij hebt alle figuurtjes. Dit ja, was... Jij hebt alle figuurtjes? Ja. Ik had hier één tasje met die dingen die we van tevoren hadden gekregen. En dan had ik één zakje dus met een trooper en Vader. Ja, maar hij zit waarschijnlijk in die grote zak met troepen en ik heb hem gewoon gemist. Dat is het, denk ik. Want ik heb niks weggehaald. Daar bedoel je? Ja, dat ja, denk dat ik dan. Denk ik ook. Ja, maar ik heb net al gekeken, maar ik kijk natuurlijk weer met mijn neus. Wat is dit dan? Dit zijn ook stormtroepen of scouttroepers, maar die hebben niet die... Ofwel? Jawel, dit zijn ze gewoon. Nee joh, ik heb dat lijkt er wel heel erg op. Die hebben ze van die... Van die dat is makkelijk, als ik dat al gezegd heb, dat het motor, ze zijn... Glaasjes. Ja. Nee, ik wist wel dat... Ja, dat is waar. Nou goed, scouttroepers... Tuurlijk is dat makkelijk. Ja, dat snap ik. Maar hoe maakt het niet uit. Maar ik vraag het even. Wil jij deze even allemaal in een zakje doen? Deze, dit zakje. Want ik ga nu twee van die speederbikes maken. En als je niks kwijt wil raken, dan is mijn advies nu... Dit allemaal... Oh, je hebt deze onderdelen heb je allemaal gebruikt? Ja, dit heb ik allemaal al een keer gebruikt, dus dit is allemaal dubbel. Dus dit is de tweede speederbike. Dat is de tweede speederbike. Ja, dat komt eigenlijk ook meer. Ga ik deze weer op? Je moet die shit toch lijmen? Ik lijm toch, man? Ja, je moet die shit lijmen. Ik ben er heel erg bezig met lijmen hier. Die is allemaal gelijmd. En pas op met die lijmen, want ik zat net echt vast aan iets. Ja, daar zegt iemand ook. Bison lijm, dat is vast, is vast. Ja, dat is de slogan. En wat zegt Fantasy Freak 88? Ik ben wel erg jaloers dat ik dit moet zien van achter een stom scherm. Ik wil erbij zitten en al die figures bekijken. Ben je ook zo iemand die dit soort spellen speelt? Want Fantasy Freak klinkt een beetje zo van... Nou, ja, alsof je bijvoorbeeld games als Descent of weet ik wel wat... HeroQuest vroeger en noem ze allemaal maar op zat te spelen. Maar ik heb hem al. Nagellak removen, dat is een goeie. Voor als het bij je vingers vastpakt. Nou, laat ik dat nou net hebben thuis. Heb je dat? Nee, natuurlijk niet. Hoezo niet? Hoezo niet? Ik ben over een nep homo. Maar luister. Zo moet hij uiteindelijk worden. Kijk, zo moet hij worden. Dus ik ga hem zo lijmen ook. Dit wordt echt niet heel Ik kom beestjes tekort. Kan nee, het nou? Ja. Of zitten die apart nog erin? Weet ik niet. Ik weet niks. Ik weet wel dat ik hier verder van af blijf. Want deze... Nee, wacht nou. Waar heb je die stormtroepers nou? De scoutroepers? Die jij? Nee, er zat hier één scoutroeper in en één niet-scoutroeper in. Nee, goed, maar niet uit. Ik heb hier één. En die... Ja, ik wil het niet weer inpakken, maar ik zet het allemaal een beetje apart in die zakjes. Want anders wordt het zo heel veel uitzoekwerk en daar heb ik niet zoveel zin in. Nee, snap ik ook. Dat snap ik ook, man. Zal ik even kijken wat... Kijk... Ik laat Wade eventjes staan, dat is wel leuk. Yep.
Vader hoort er ook wel een beetje bij, hè, bij de gang. Ja. Dus één armpje. Ja, zo staat hij goed. Van de buitenkant van het beeld. Nee, ik zie hem. Nee, want wat was dit? Dit was de... demo kit. Ah, ik denk dat is meer algemene informatie. Ja. En dan hebben we nog de posters. Zullen we even kijken? Ik weet natuurlijk al, jij weet ook al hoe die eruit ziet, die poster. Ja, ik heb een poster thuis. Maar ga jij ook nog dingen, als jij streamt en zo en je hebt dingetjes, ga je die ook nog weggeven? Ja. Dus wij kunnen die posters toch gewoon weggeven? Ja. Dat is goed. Nou, ik heb hem, jongen. Oh, daar moet nog wel even één stokje onder. Stokje, sorry. Maar hij heeft de speederbak heeft volgens mij ook een aparte beest zo te zien. En dat had kaart 3. Heb jij die ergens gezien? Die aparte beest voor de speederbike? Ja. Die grote, nee. Ja, die moeten allemaal in de basisbox zijn. Nee, oké. Dan geef ik nou de basisbox aan jou. Geef mij maar de basisbox. Geef mij nu de basisbox. Geef je de bison kit voor terug. Oké, dit is het stokkie. Ik heb ze hier. Ja, en dat zijn een... twee voor de speederbikes. Ja, en één hele grote. Voor de ATST. ATST. ATRT. Klopt. ATRT. Oké, dus dit is de base. Die maak ik ook even zo. Oh ja, hier zijn alle bases ook. Wat ik ook heel mooi vind altijd aan dit soort dingetjes, dat je al een beetje een storage solution hebt in de box. Dus dan heb je al van die verschillende vakjes en zo. Maar er zijn genoeg spellen waar dat niet bestaat. En dan moet je alles van... verschrikkelijk. Hou ik niet van. Nou ja, de X-Wing Miniatures game, dat zijn allemaal losse... Ja, maar die zijn ook heel moeilijk te storen. Omdat ja, ik heb een vitrinekast. Ja. Dan kan het. Dat heb ik voor sommige... van die... Nou, je hebt van... voor mijn Warhammer legers heb ik van die piepschuim of... Nou ja, van die isolatiedingetjes. En dat zijn dan van die bakjes. En daar kan je zo indelen als je dat zelf wil. Dus als je een grotere figuur hebt, ga je een beetje opzij schuiven. Okay. En dan liggen die er zo in dat die helemaal beschermd zijn. Dat is handig. Dat zou ik bij deze ook wel doen als ik ze ga transporteren. Hij is af, jongens. Inclusief base. What the fuck? Je hebt hem echt heel goed gedaan. Ja, hij is mooi. Kijk, want zijn voeten staan ook op het gaspedaal. Dan wil ik eventjes, ik ga dat toch even naar jullie toe. Nou. Want zijn poten, zijn voeten, die staan ook op het gaspedaal. Dat gaspedaal, dit dingetje, heb ik ook gelijmd. Dus het klopt helemaal. Zien jullie het? Dit is hem. En dan moet je hem eigenlijk nog helemaal gaan verven. Tenminste, eigenlijk moet je hem eerst verven. Toch? Dat doe je eerst nog. Eerst verven, dan lijmen, lijkt me. Nee, ik heb altijd eerst alles in elkaar gezet en dan geverfd. En dan kom je bij sommige plekjes natuurlijk niet meer zo heel goed bij. Nee. Dat klopt, maar ja, ik weet niet, zo deed ik het altijd. Ik denk dat het in dit geval wel makkelijker zou zijn om het eerst te verven, maar ik denk dat het ook wel meevalt. Daarnaast is het gewoon leuk om te hebben staan. Hier staan trouwens ook... Hey, dat is trouwens wel echt heel vet. De verschillende troopers. Ja, maar er is dus... De Rebels hebben ook alien troopers. Weet het? Duro's. Die hebben Duro's. Duro's als ras. Dat vind ik heel vet. Dat is wel de enige ras wat er is, ja. Maar je kan natuurlijk donder op zeggen dat er Wookiees komen en dat er... Dat is natuurlijk... Je kan erop wedden dat alle verschillende dingen die je leuk vindt aan Star Wars eraan zitten te komen. What the fuck gebeurt hier nou weer? Hoe doe je dit dan? Hij heeft nu een gun in zijn hand en zit zo te schieten zo, vanaf zijn speederbike. Kan je dat ook doen? Ja, natuurlijk. Ik zit zijn officiële handen nou te gebruiken, maar je kan dus ook... Of ja, is dat juist de bedoeling? Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Dat is met dat customize. Ik kan het zelf maken, als je wil. Ja, maar het is al veel te creatief, zie ik alweer, voor mij. Ik snap dat allemaal niet. Je snapt dat allemaal niet. Nee, ik snap het allemaal niet. Even kijken hoor. Zullen we kijken hoe klusjes groot of klein, dan moet je bij Peter zijn. Wij plakken alles, haha. Ja, dit is de poster, jongens. Ja, wacht. Die mag iemand hebben, toch? Ja, die geven we weg. Ja. Deze poster kun je winnen tijdens deze stream of video. Die is wel heel cool. Ja, want de artstijl is echt heel vet van. Dat is echt fantastisch. Dat is echt heel cool. Dus deze kun je winnen. Build Command Conquer. En dan stoppen we daar van dat demo gebeuren en van die informatie dingetjes en zo. Dat kan daar ook nog allemaal bij. Stoppen we er ook allemaal bij. Ja. En zullen we ook... Nee. Een figuurtje bij stoppen? Ja, dat is moeilijk. Hoezo? Ik heb een figuurtje gekregen, die kan ik wel... Ja, die kun je wel bijstoppen, maar ik bedoel, dan is het geen envelopje meer. Dan is het meer een doosje.
Nee, maar mijn, nee, dat past niet in een envelopje. We hebben ja, maar een envelopje op. Weet je, de post, dat komt nooit heel aan. Is bij ons er ook gebeurd? Ja, maar dat was ook... Dit is een discussie voor later. Hoe we het versturen we het, of het nou 7,95 is of 4 Doe euro. Doe jij je ding. De post is altijd duur. Weet ik heb hier nog een rugzakje. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Moest die hier nog op? Eens kijken. Nee, dat past helemaal niet. Het is een tasje. Het is een draagtasje. Zit die achter op de speeder? Die zit achter op de speederbike, maar die zit in een ander zakje. Kan dat nou? Ja, omdat die zit dan bij de stormtrooper. Dit zijn zijn eigen spullen. Daar wil hij geen afscheid van nemen. Dat vind ik nou wel weer heel cool. Hij heeft zijn eigen tasje erbij. Hij heeft zijn eigen tasje erbij. Die zat dus als je een andere stormtrooper op die speederbike zou zetten, dan heeft hij waarschijnlijk andere accessoires. Nee, maar dat past ook niet hoor. Kijk eens. Speciale dobbelstenen. Het is heel vet dit, Jurgen. Check. Het is heel vet. Dit tasje is echt, dit maakt hem echt helemaal af. Vind je niet? Er zit een tasje achterop. Ik ben zwaar onder de indruk. Dan kan hij zijn spulletjes meenemen, zijn lunchpakketje. Maar hij is toch heel de dag een beetje aan het rondtrekken in Endor. Dan moet je wel een boterhammetje met pindakaas hebben tussen de middag, vind je niet? of een... Vivetje. Ja, Ewok worstje beleg. Ewok worstje beleg, lekker. Ewok melk. Kijk, Fantasy Freak is... Oh, Fantasy Freak. Haha, dat Jurgen ook zo verbaasd is dat Peter het goed doet. Ja, sorry. Hij had een Fantasy Flight. Lord of the Rings card game. Ja. Die was, vond ik niet zo fantastisch, maar oké. En hij zegt dat je op moet passen met de post. Want voor de sorteermachines. Ja, precies. Is het normaal dat ik kan kwijlen, dat ik aan het kwijlen ben met deze unboxing? Ja, nou, ik moet hem een beetje inhouden, maar ik vind dat wel normaal, want dit is wel vette shit. Heb je die dobbelstenen nog goed in herinnering? Daar droom ik nog van. Nee, ja, het zijn wel speciale dobbelstenen. Het zijn hele mooie dobbelstenen met regels. Met speciale symbooltjes erop. En daar heb je dus ook speciale regels. Dus je gaat naar. Zou ik het even proberen in... sorry, ga je maar. Ja? Nee, ga maar. Ga jij maar proberen in... Ja, maar omdat ik het niet zo goed snap. En als ik het dan snappen zij het helemaal. Snap je wat ik bedoel? Snap je? Ik snap het. Ik zit er te diep in of zo. Nee, dat weet ik niet. Maar het is zo. Je moet dobbelen. En dan krijg je... De aanvallende partij krijgt een aantal punten. En de verdedigende partij krijgt een aantal punten. Die strepen tegen elkaar weg. En de meeste punten schiet naar de ander. Of verdedigt naar de ander. Maar er zijn ook specials. Dat maakt het natuurlijk complex. Want die specials, dat zijn deze icoontjes. Dit zijn de special icoontjes, toch? Ja. Bijvoorbeeld voor zwart, dat is dan deze. Die specials, die verschillen per unit. Het is echt heel complex. En die staan dus op de kaartjes. Want elke unit heeft een kaartje. En, haal ze het even uit. Ja, dus soms is het een special. Je hebt twee extra defense. Bij sommigen is het een special. Als je zo ver staat, dan doet dit je geen pijn of zoiets. Zo werkt het, toch? Ja, precies. Ja. Nou, die specials die staan op de kaart. En dan krijg je dus extra verdediging of extra aanval. Of je kan inderdaad een hit ignoren. Dat betekent als je geraakt wordt, dan kan je uitwijken of weet ik wel wat. Heel veel verschillende dingen. Nou, wat heeft Dart V? Dat vind ik wel een leuke. Want Dart heb je dat? Ja, ik heb Dart. Okay. Dart is natuurlijk, zeg maar, onverslaanbaar. Tenminste, is hij niet. Want dan zou het een heel stom spel zijn. Dan zou het een beetje een hack zijn. Een cheat. Kun je het lezen? Want het is heel veel licht hier natuurlijk. Even kijken hoor. Nou, kom op. Lamp, werk mee. Het wordt natuurlijk donker, dus we hadden heel veel lampen neergezet hier. Nou, anyhow, Darth Vader, die is bijvoorbeeld immuun voor Pierce. Je hebt namelijk ook melee attacks in deze game. Als je, ja, wist je nog? Nee, ik weet het nog. Als je dichtbij iemand zit, kun je melee attacken. Dus dan kun je met je headbutten bijvoorbeeld. Nou ja, of met je lightsaber gewoon slaan. Of met je lightsaber slaan. Zoals Vader dat op zijn kaartje ook aangegeven heeft. Exact. Maar, hij is immuun voor Pierce. Dus een stormtrooper kan niet Darth Vader slaan. Wat ook logisch is. Ja, je komt er niet eens bij. Dat heb je wel mooi bedacht. Ik heb geen idee of het 100% klopt. Dus ik zeg maar niet ja. Maar ik knik eventjes voor. Het zal wel. Maar, ik vind zelf, maar mijn Darth Vader kan tegen Pierce. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Maar wat precies Pierce betekent, zover zou ik nu niet gaan dat ik dat nog weet. Nee, maar dat is goed. Maar het is ook leuk op die kaartjes. Kijk, waar is die speederbike? Want die had ik net gezien, volgens mij. Ja. Speederbikes. Kan je namelijk vertellen dat je ook ziet hoe snel die dingen zijn. En dat ze namelijk gewoon kunnen bewegen. En dat bijvoorbeeld Darth Vader...
zie je beneden. Ja, het is heel klein te zien bij het licht. Ja, ja, andere kant. Hop, hop. Een kleine rode streep. Jou. Maar bij die speederbike zie je namelijk 3 kleine rode strepen. Dat betekent dat die 3 ver kunnen lopen. En dan heb je hier nog, en dan zie je 2 rode strepen. Dat zijn de Rebel Troopers. Dus die zijn wat sneller te voet. En straks heb je natuurlijk allemaal van die miniatuurtjes op tafel staan. Ik zit eventjes te kijken of jullie het ook goed zien. En dan heb je een afstandsmeter. Hè? Want daar staan namelijk ook die streepjes op. En dan kan je meten hoe ver dat figuurtje gaat lopen. Dit is 3. Wat wijst naar elkaar zeg. Ja? Luke zou een afneembare hand moeten hebben. Vind ik een goeie. Maar ja, hij is nog niet geplakt, dus dat kan nog. Ja, maar hij heeft de hele arm eraf nu. Ik heb hier trouwens, Luke heeft een charge als speciale move, zie ik hier. En een jump, dan kun je extra ver, bijvoorbeeld. Er zijn er meer hoor, maar iemand vroeg wat heeft Luke dan. Nou, dat staat op dit kaartje. Dat geloof je dan maar wel. Oh. Zal ik die ATR tegen hem bouwen? Wil je dat? Ja, wil ik heel graag. Dat, doe dat. Dan leg ik even... Nou, ik heb het nou de smaak te pakken. Ja, doe dat. Dan leg ik even uit hoe de movement werkt. Klein beetje tenminste. Kunnen jullie onze daad zien? Ik ga even de witte onderkant gebruiken. Zo. Is de daad beter te zien. Ja, hier. Mag ik even zoeken naar mijn apparaat? Ja hoor, dat mag deze wel. Denk ik. Ik zie hier namelijk pootjes. En ik zie hier pootjes. Oh nee, dit is de speederbike. Ga verder. Ja, ik ga deze even in elkaar zetten. Want, zoals ik net liet zien, heb je een bepaalde aantal streepjes op die kaartjes. Dat geeft aan hoe ver een unit kan lopen. En als je dat in het spel wil, dan heb je natuurlijk hier een unit staan. Haal ik deze terug. En pakken we even onze speederbike. En Dart, die kan er 1 bewegen. En dan hebben we hier een afstandsmetertje voor 1. Dan zie je ook 1 zo'n klein dingetje erop staan. En dan kan je kijken... En dan kan die Dart dus 1 bewegen. Maar we zagen dus bij de speederbike. Die mag 3. En dan heb je dus ook een afstandsmeter. Waar je 3. Die afstandsmeter geeft aan dat het eentje voor 3 is. En als je dan die speederbike hebt. Kan je dat hier aanleggen als je dat ziet. Dus zelfs een kleine uitsparing in de base. En vervolgens kan die tot hier bewegen. Of als je bijvoorbeeld de bocht om vaart, rijdt, whatever, beweegt, kan dat ook. En zo doe je dat eigenlijk met alle je units. Wat zoek je? De Bison Kit. De Bison Kit, die ligt, oh, ja. Daar ligt er 1. Ja, die is de goeie. Nee, is dat de goeie? Die andere heb je al aan de kant gegooid. En dat heb je ook nog voor de units van 2. Dus je hebt eigenlijk 3 verschillende meetlinten om te bepalen hoe ver je units gaan lopen. En als je dan dus hele groepen bij elkaar hebt staan, dan kan je kiezen welke kant je op gaat. En hoe ver ze gaan lopen, dat wordt dus bepaald. Dat werkt ook een beetje bij die X-Wing spel zo. Ja. Met afstanden. Dat is maar dat is met alle tabletop games natuurlijk zo. Want je moet op een of andere manier zonder een speelbord weten hoe ver een figuur, unit, whatever zich kan bewegen. Dat is ook zo. Inmiddels ben ik begonnen met de ATRT. Dat is een walker, dat zie je. Zo'n walker. Die zitten ook, niet dat heel goede reclame is, maar die zitten ook in Star Wars Battlefront 2. Daar heb je een upgrade, dan kun je met zo'n walker heel snel rondlopen in het spel. Is dat nog steeds zo dat die game niemand speelt dat. Niemand speelt het? Nee. Zonde. Zonde, hè? Alleen vanwege microtransactions. Yep. Jesus. Ja, maar op de manier waarop, hè. Ik ben het helemaal met de spelers eens die ik game ook niet spelen. Ik ook. Wat was het? Je moest 100 euro betalen. Het is gewoon heel erg pay to win. Het is gewoon heel erg pay to win. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou goed. Maar goed, maakt verder niet uit. Nee. Ah, oeh, ik heb hier. En dan ga ik jullie leggen, de kijkers thuis. Hallo, leuk dat je kijkt. We hebben namelijk ATRT Weapons Options. En dat betekent dat je mag kiezen welk wapen er op je ATRT zit. Dat is vet. We hebben optie A.
De ATRT Rotary Blaster. Dat is dus een soort van minigun, hè? Dus gewoon echt gewoon... Dit is de Rotary Blaster. Daarmee heb ik gewonnen tijdens de instructieavond. Weet je dat nog? Nee. Ik weet niet of je hebt gewonnen met een minigun. Ik weet alleen dat je... Dat ik wel heb gewonnen. En heel charismatisch was, maar ook toch wel heel erg fanatiek. En dat ik bang voor je was. Maar ik heb hier optie 2. History is written by the victors. Ja. Ik heb hier optie 2, dat is een lasergun. Dus optie 1 minigun, optie 2 lasergun. Of ik heb optie 3. Die quote had ik niet moeten gebruiken, want dat is een Star Trek quote. Ach, dat vinden ze niet erg. Nee, ik ben bij, dus ik ben universeel een nerd, dus dat scheelt. Vind ik heel vet. Dit is een flamethrower. Zo, dat is wel heel cool. En dat is ook wel heel erg niet Des Rebels. Dus wij moeten nu eigenlijk kiezen. We hadden de railgun, we hadden de laser en we hadden de flamethrower. Heb ik dat nou goed? Ja, dus de minigun, de flamethrower en de laser. En heb jij voorkeur? Ik weet alleen tot... Hoe ver ben je? Laat eens even zien. Ik zit nu zo ver. Oké. Wow, laat hem even vallen anders. Het is geen porselein. Nee, het is plastic gelukkig. En het is secondenlijm. Ik zag even de vraag, zit Han Solo en Chewie er ook bij? Nee, nog niet. De leiders die er nu bij zitten, dat zijn Luke en Darth Vader. En dat zijn de enige twee. Ik heb wel gehoord in de wandelgangen dat er meer leiders bij komen. Welke kan ik niet vertellen. Maar, is er wel al tegen jou gezegd, zijn er namen genoemd, ja? Nee. Okay. Misschien één. Okay. Nee, ik heb wel wat gehoord. Maar die wandelgangen van jou altijd? Ja, die zijn zo lang en diep en koolerig. Ja. Nee, maar het is ook wel heel leuk. En je kan je ook voorstellen dat het heel simpel is dat dit soort dingetjes gewoon gaan gebeuren. En des te langer dat spel op de markt is, des te meer leuke dingen komen er vooruit. Des te beter het verkoopt natuurlijk. Dat hoort er denk ik ook bij, maar wat ik heb gehoord is dat... En dat heb ik niet van de uitgever gehoord, maar dat heb ik van mijn vrienden gehoord... die ook dit soort spellen spelen. Dat eigenlijk iedereen 1 tot 2 basissetjes en wat uitbreidingen heeft gekocht. Dus al die oude jongens die Warhammer hebben gespeeld of die andere bordspellen spelen... Miniature Games, Zombicide, Massive Darkness, whatever. Jouw matties? Ja, die hebben allemaal dit spel ook gekocht. Dus hebben sowieso, als je het aantal matties van Jurgen telt, heb je al 400 man. Een aantal bordspelmatties, ja. Ja, dan heb je al 400 man die gewoon dat sportspel hebben gekocht. Ja, ik denk dat het in totaal natuurlijk veel meer zijn dan 400 man. Maar ik hoor goede feedback. Het spel zelf is heel leuk. Het zit goed in elkaar, want dat moet natuurlijk ook kloppen. Je hebt er niks aan als het er leuk uitziet, maar het speelt voor geen meter. Dat is ook al gebeurd. Ik heb dat bij welke game had ik dat? Waarvan ik dacht van... Ja, ik wilde Joan of Arc Kickstarter backen. Gigantisch veel miniatures en windhuizen en kerken en allemaal en weet ik wel wat. En dan heb ik 2 let's plays gekeken en het werkte voor geen meter. Dus Dan houdt het snel op. Dus ik heb dat ook niet gebackt. Nee. Dus bij deze weten we natuurlijk dat het goed is, want we hebben het zelf al gespeeld. Plus wat ik van mijn maten hoor die het wat intensiever hebben uitgeprobeerd, is ook alleen maar positieve geluiden. Ik wil even een Sian detail voor de ATRT. Hebben jullie al beslist wat het wordt? Een minigun, een lasergun of een... Mogen de kijkers beslissen? Dat is ja, wel leuk. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dat jullie het even zeggen, jongens. Wanneer streamt Daan weer? Morgen. Het is Koningsdag. Dan gaat hij niet streamen. Morgen is Koningsnacht. Nee, normaal is het vrijdag. Dit is ook een... Dit buisje, dat heb ik dus los opgeplakt. Dus het is ook gewoon weer een detail. En dat vind ik dus echt heel tof. Want dat is een soort van... Daar zitten zeg maar de poten mee verbonden met... Met de bekken. Super vet. Ik vind dat heel tof. Ik hou van dat soort saillante details. En nu ga ik de antenne doen. En de antenne is heel lastig, want die is heel erg priegelig. Moet je ze ook schilderen? Vraagt Pentagon. Ja, je moet niet, maar je wil wel. Ja, wil je. Pentagon. Ja. Ook oh, even kijken. Zijn die opties alleen visueel of hebben ze ook andere effecten op de kaarten? Ja, goede vraag. We moeten even uitzoeken. Dat is een hele goede vraag. Maar... Heel spontaan zou ik zeggen ja. Hij heeft het over de 3 guns. Ja, heel spontaan zou ik zeggen ja. Want ik heb meerdere spellen waar je inderdaad gewoon verschillende wapens kan gebruiken. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de stormtroopers. Die ene die had die bazooka, maar je hebt natuurlijk ook een laser. En dus het figuurtje met de bazooka heeft een andere dobbelsteenworp dan een andere... Dus dat wapen heeft een ander effect dan degene met de laser. Dus ik ga ervan uit... dat voor deze walker ook geldt.
Hydraulica, ja, dat klopt. Ik weet dat hydraulica is, die dingen. Dat werd me even duidelijk geworden. Die heup. Ja. Dat spekken. Zoals jij ja. net zei. Sorry. Er wordt het minigun roepen. Goeie keus. Minigun is altijd een goede keus. Minigun is goed. Is dit ook goed voor jou? Ja hoor, want ik vind natuurlijk, als je miniguns bekijkt. Wat is de meest epische filmscène met een minigun? Ik denk Terminator. Natuurlijk. Terminator 2 is het. Ja. Wij noemen hem IMDJ. International Movie Data Jürgen. Ja. Hij weet alles van films. Dus ik zou zeggen, test het gewoon in de chat. Minigun, hij zit erop jongens. Dit is hem met minigun. Ah, vet hoor, minigun. Ah, dat is wel echt tof. Maar, nou moet je deze alweer gelijk in het zakje doen, Jürgen. Of dat doe ik dan. Doe jij dat dan? Nee, maar dat moet je goed bewaren. Wat wilde ik kijken? Ik wilde kijken wat in die launch kit zit, want die is fucking zwak. Ja, maar... Sorry, ik mag niet fucking zeggen. Of mag ik fucking Je mag alles zeggen wat je wil van mij. Maar maak geen fuck uit. Ja, oké, heel goed. Ja, ik zeg heel vaak fuck. Want nee, als ik enthousiast ben, zeg ik fuck. Nee hoor, dat maakt me allemaal echt geen reet uit. Dat is goed. Doe lekker jezelf. Ja, we moeten wel een beetje netjes blijven. Maar het is 9 uur geweest, dus het valt wel mee. Maar wat zit dan in die launch kit? Ik zoek de bestuurder van deze bolide. Not for sale. Mogen we het allemaal laten zien? Ik heb het meegekregen om te laten zien, ja. Juist zodat we een beetje wat hebben. Oeh, Jezus, wat is dit? Hij is ook Jezus, hè? Jezus. Challenge dual participant. Zie je mijn oogjes? Als het press kit is, dan heb ik altijd, dan ben ik er altijd als de kippen bij. Quick reference sheet, daar hou ik van. Die zijn awesome. Want dan kan je altijd snel kijken wat de basisregels zijn, wat de verschillende wapens doen. Hé, kijk, daar zijn de verschillende... Kijk, Pierce. Ha, Pierce. Daar hadden we het net over met Darth Vader. During the modified defense dice, step of an attack, a unit whose attack pool includes a weapon that has the Pierce keyword can cancel up to bla 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 bla. Letterlijk wat ik zei. Cancel the Pierce. Hij zat in de beurt, ja. Nee, quick reference sheet, altijd goed om te hebben om naast je neer te leggen. Die moeten we ook meesturen aan diegene die de poster gaat winnen. Oké, leg maar even apart, dan zorg ik ervoor dat het ergens in 2018 gebeurt. Oh ja, dat is een hele leuke. Dat zie ik hier. Komt namelijk niet alleen Organized Play, maar voor de creatievelingen onder jullie ook een bouwmiddag. Bouwmiddag, verfwedstrijd. Dus je krijgt dan speciale dingetjes, wat ik begreep. Als je bijvoorbeeld een toernooitje wint, dan kan het best dat je speciale units krijgt. Als je dus de verfwedstrijd wint, kan je ook weer een speciale unit krijgen. En dat zal dan waarschijnlijk cosmetisch zijn, want ik denk niet dat ze units kunnen weggeven die impact hebben op het spel. Dan is pay to win. Daar hebben ze van geleerd. Precies, dat doen ze. Nou, maar dat doen ze bij bordspellen eigenlijk ook nooit. Want bordspellen baseren heel erg op balans. Het moet goed uitgebalanceerd zijn, anders is het niet leuk. En als de ene dan iets beters heeft dan de andere, dan werkt dat niet. Dus er komen ook wedstrijden hiervoor. Dat klopt. Dat zei je. Ik ben niet. Ik ben... Wat zoek je dan? Ja, weer? Ik zoek de driver. Oh, kijk, we hebben hier nog een paar posters. Maar wat zijn dat voor posters? Nog meer posters weggeven, jongens. Ja, dat zijn wel andere posters, denk ik. Daarom. Oh ja, de topposter heb ik nog niet gezien. Hey, maar wanneer is dit launchweekend dan? Ja, maar dat is al geweest. Oh, dat is al geweest. Hey, het is er al. De game is al een tijd uit. Is waar. Dus je kan hem gewoon overal krijgen. Ik denk dat binnenkort wel de volgende uitbreidingen eraan zitten te komen. Ik ga even een stukje achteruit. Oh, daar wil ik er sowieso even van hebben. Ja. Ik sta wel even op, want let op. Join the Rebellion. Oké, what the fuck. Mag ik er een hebben, Jürgen, please? Ja, natuurlijk. Yes. Kijk, die hangt dan altijd in beeld. Dat is toch mooi. Maar hoeveel hebben we daarvan? We hebben er 3 van. Nou, 1 voor mij, ja, 1 voor Jürgen, 1 voor jullie. ik geef die van mij, geef ik aan jullie weg. Dus 2 voor jullie. Ik wacht even, pas. Is het dezelfde maat? Maar dat zijn andere, dat zijn andere. Kijk eens. Het zijn verschillende. Oh. Wat is dit voor een? Ah, Legion. Ja. Jij wil natuurlijk Join the Rebellion. Maar die mag je hebben. Het liefst heb ik Join the Rebellion, ja. Join the Rebels! Join the Rebels! Rebel Alliance! Ja.
En wat is de laatste dat is dan? Mooi hoor. Oh, de laatste is nog een keer deze die we in het begin ook hebben laten zien. Wat een vette posters. Ja, nou, die gaan we winnen. Ik weet niet, hoe kunnen ze winnen dan? Om door te kijken. Dat moet jij bepalen. Hoe doe jij dat nou? We maken van leuke comments. Het komt ook op YouTube en op games.nl deze video. Moet je daar even onder commenten. Wanneer komt dat eigenlijk? Na Koningsdag. Ja, lijkt me ook. Geen haast. Nee, maar dan volgende week dan ergens. Is dat ook prima. Kijk, painting contest. En de Rebellion. Oh, er staat End Rebellion. Je hebt gelijk. End Rebellion. Je hebt gelijk. Oh, kijk eens. Die zet jij nu in elkaar, toch? En Peter, ja, als jij die poppetje. Als jij die zo schildert, zoals die er hier op staat. Ja, maar dat ziet er toch bizar uit. Ja, man. Super awesome. Ja, maar Jurk, ik word nou echt een beetje kriegelig. Ik zoek hem. Ik zoek de driveway. Ja, maar driver seat. Sorry. Nou, ik moet wel zeggen, dit komt wel een beetje, dit is een beetje flashback van mijn Lego-periode vroeger. Vroeger? Ja, dat... Nee, ja, nee, is nog steeds. Maar vroeger, nu koop ik gewoon een doos, ga ik bouwen. Maar vroeger moest ik dan mijn Lego gaan zoeken. Ja, daar ben ik heel Ik vind dat ook niet erg hoor. Ik heb ook nog een hele grote Lego-periode. Ik heb veel te veel Star Wars Lego. En Marvel Lego. En überhaupt Lego. Laat even je dingen zien. Maar handtekeningen? Echt? Heb je de secondenlijn weggedaan? Nou ja, ik heb... Nee, de secondenlijn is nog niet weg. Maar okay, ik heb hem wel gevonden. Hij zit met Luke in het zakje. Oh, heb ik hem daarbij gestopt? Sorry, ben ik het weer geweest. Nee, ik heb een aantal handtekeningen. Nee, dan wachten we even tot ik ga. Ja, dan wachten we. We hebben nog maar heel weinig op de camera. 13 minuten nog. 13? Jezus, zijn we alweer zo lang bezig? We zijn al een uurtje bezig. Maar. Ja, nou ruim al. Want dat is een uur en 13 minuten volgens mij, de camera. De tijd. Dus dat komt wel een keer, dan gaan we nog een keer spelen. Ja, dat is goed. Hij heeft Prinses Leia. Is veel waard. De handtekening van Carrie Fisher, ja. Het bieden begint. Nee, die gaat nooit weg. Ja, My Princess. Kijk, er zijn nog meer mensen die Lego en modelbouw en zo leuk vinden. Nou, dat is wel cool. Overleggen heb je de Ultimate Collector Series Y-Wing Starfighter gezien. Ja, die heb ik zeker wel gezien. Maar ik ben nog steeds op zoek. En ik ben Lego VIP en al dit soort shit. Maar ik ben nog steeds op zoek naar de UCS Millennium Falcon. En die is heel duur, dat weet ik. Maar tot nu toe kon ik hem nog niet bemachtigen. En die wil ik toch wel echt heel graag eerst voordat ik die Y-Fighter heb. Want die X-Wing die heb ik ook, die Red 5. En die is natuurlijk... die is al zo... Zo groot. Dus ja, ik heb die Y-Wing wel gezien. Maar die staat niet boven op mijn prioriteitenlijst, om het zo te zeggen. Ja, als je alles al hebt, hè? Nou, behalve de Millennium Falcon. Ja, ik heb wel de Millennium Falcon, maar ik heb niet de Ultimate Collector Series Millennium Falcon. Ja, die bedoelen wij natuurlijk. Ja, de balen is dat ik wel de UCS Falcon van de eerste versie had kunnen kopen toen. En dat is denk ik ook al 10 jaar terug of zo. En die persoon wilde toen €800. Dat is wat die nieuwe nu kost in de winkel. In Nederland kost hij zelfs 850. Als je hem in Duitsland gaat halen, kost hij 800. Waarom weet ik niet. Maar jij zoekt er nog één. Je kan hem gewoon kopen, zeg je. Ja, nou, hij is af en toe op voorraad en tot nu toe greep ik altijd mis. Oké. Okay. En ik heb natuurlijk ook niet zo €800 maar liggen. Dit is zo vet, kijk deze guy. Ja, hij is wel heel cool. Dit is zo vet, guys. Serieus. Check hoe die... de ene kant zie je dan dat hij het handvat vast heeft, zie je dat? Echt heel tof. Ja. Oh, even scherp stellen. En aan de andere kant heeft hij zijn gun zo heel tof naast zich, zo. Ja, ik kom wel aan, ik pak jullie even. En met de Gatling gun, zie je dat, jongens? Super vet. Ik krijg wel de tip, heb je al op Amazon gekeken voor de Falcon? Ja, dat heb ik zeker. Maar het probleem met Amazon.com is dat je dan import moet betalen. En dat is het niet waard. En daarnaast krijg ik, als ik hem gewoon bij Lego koop, krijg ik VIP points. En bij €800 aankoop zijn dat €5 per €100. Dus dat zijn €40. Mag de base? De base, die zit weer in de box. Dus die wil ik ook niet mislopen. Maar daar krijg je bijna weer een leuk setje voor. Dus hij is toch nog in de rotation. Dus hij is nog niet uitgefeest. Want dat krijg je namelijk bij Lego sets ook. Dat als die, zodra die uitgefeest zijn, dan schieten die in één keer omhoog in de prijs. Dat had ik met die Red 5. En dat had ik met de kleine Lego R2-D2 ook. Die was in één keer van €150 naar €300 en zo. En het mooiste was nog de Imperial Shuttle. Die was...
950 en dan 800. Dat was bizar wat daar in Lego omgaat. Maar goed. Je bent heel trots hierop, hè? Ik zie het aan je neus. Nou, je mag je ook zijn. Je hebt hem weer goed in elkaar gezet. Op DE staat hij ook. Is hij weer op voorraad? Ja, dan is hij, als hij bij Amazon op voorraad is, dan is hij bij Lego ook op voorraad. Ik wil die ook hebben. Thanks, Fantasy Freak. Ik zou hem krijgen voor mijn verjaardag van mijn ex. Toen heb ik het uitgemaakt, heel dom. Had je nog even moeten wachten, misschien. Ja, maar dat was met de verdeling van de spullen ook niet met mij mee. Nee, waarschijnlijk niet. Dit is hem af, jongens. Ik vind hem heel vet. Je bent goed bezig, man. Ik wil hem heel graag schilderen. Ik ben heel blij dat jij dit doet, want ik heb daar vandaag niet de rust voor. Ik heb daar op zich wel de rust voor en ik word daar ook rustig van. Ook van het verven en zo. En ook van Lego bouwen. Maar ook van dit soort dingetjes. Maar vandaag heb ik daar niet de rust voor. Jij bent ook nu gewoon voor een hele lange tijd weer op een stream, hè? Ja, nou, ik vind het niet erg om een stream te zijn. Nee, ja, superleuk. Ik vind live zelfs makkelijker dan een videootje opnemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we doen het nu in één keer, want jij kan dit terugkijken of live kijken. Ja. Leuk, hè? Dat is zeker heel leuk. Ik ga jullie vragen of... Ik ga een aantal dingen vragen. Sowieso. Checkgamers.nl, elke dag altijd. Ten tweede willen wij weten wat je hiervan vindt. Want het is namelijk de eerste keer dat wij iets met bordspellen doen. En misschien zeg je wel, want misschien zeggen we dit moeten jullie vaker doen. Maar ik wil meer weten van de wereld van de bordspellen. Dat is eigenlijk wat ik wil vragen aan jullie. Want het is ook een board game. Gamers. Net. Board. Snap je de... Ja, en willen jullie dan bordspellen zien die over videogames gaan? Of willen jullie bordspellen zien zoals nu die over een bekende franchise gaan? Of willen jullie gewoon leuke bordspellen zien? Whatever. Want je hebt natuurlijk ook nog in de bordspellen heel veel verschil. Van tegenwoordig heb je heel veel co-op bordspellen. waar je met z'n tweeën, drieën, vieren tegen het spel speelt. Of je hebt natuurlijk bordspellen waar je dan één Dungeon Master hebt. Een beetje vergelijkbaar met een roleplaying game, maar waar je dan... Een Dungeon Master die tegen drie spelers speelt of zo. En dan heb je natuurlijk nog bordspellen waar je zoals hier 2 tegen 2, 1 tegen 1, 3 tegen 3 speelt. Dus misschien hebben mensen daar ook nog voorkeur in. Ja, laat het ons in ieder geval weten, want het is de eerste keer dat wij dat doen. Ik kom straks nog even op die uitbreiding, want die gaan we nog even noemen. Maar ik doe eerst even een beetje afronden. Hoe heet het? Want ik wil nog één ding weten. Oh ja, reageer even hieronder en een leuke comment. Een van de leuke comments, dan verloten wij zo'n vette poster. Of meer, 2 posters, 3 posters. 3 posters. Nou, we gaan een aantal posts verloten onder leuke comments onder deze video. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Sorry. We gaan nu nog eventjes de... Ik wilde niet onderbreken. Nee, maakt niet uit. We gaan nog eventjes de uitbreidingen die hier nu nog zijn gaan we bespreken. Die we misschien later nog wel een keer gaan unboxen of weet ik voor wat. Ja, maar weet jij dit niet veel beter dan ik? Nou ja, we plaatjes? Want ik kan wel op... De AT-ST Unit Expansion... Nou, weet je, nee, dat is gewoon dezelfde. Die hebben we al. Ja, je hebt een aantal extra units die ook al in het basisset voorkomen. En als je een basisset gaat halen, is het sowieso handig om nog een keertje een extra dice pack te halen. Dus dat betekent dus een extra set dobbelsteentjes. En dan heb je een aantal sets waar units in zitten die eigenlijk al in het basisset voorkomen. Maar misschien wil je niet alleen 2 speederbikes, maar misschien wil je 4 speederbikes. En misschien wil je grotere gevechten. Dus dat kan je zeker erbij doen. Maar je hebt natuurlijk ook een aantal dingetjes. Zoals mijn persoonlijke favorite. Wat denk je wat mijn favorite is? De Air Speeder. De Snow Speeder. De Snowspeeder, ja, dat klopt. Die zit er ook bij. Ja. Tenminste, die kun je loskopen. Ik zoek ze even die allemaal op. Die zie je hier wel. Heel klein. Ik laat hem even zien. Aan de... Ja. Daar zit die Snowspeeder. Die vind ik echt fantastisch. Ik hoop dat we die, als jullie zin hebben... kijk, ik pak plaatjes erbij. Ik heb ze, als hier, jullie zin hebben daadwerkelijk nog meer van dit soort streams of video's te zien... dat we die de volgende keer kunnen laten zien. Of in ieder geval sowieso een aantal uitbreidingssets. Want daar komen binnenkort nieuwe aan. Misschien is het juist wel leuk om dan weer wat te laten zien als die nieuwe uitbreidingssets. Dus ik mag ze ook niet noemen nu? Je mag ze zeker wel noemen als ze al officieel... Ja, de AT-ST is er al namelijk. En de AT-ST is heel... En General Veers. General Veers is één van de leiders die ik doorkreeg. Dus hij staat al op de pre-order sites van Fantasy Flight. Ja. Dus we mogen hem wel noemen. En de Snowtroopers komen er ook aan. En hebben we voor de... Snowtroopers inderdaad. En Leia. Ja, als hij erop staat mag ik ook zeggen. Dus Leia komt er sowieso wel aan. Dat is de volgende. Dus we hebben dan Luke en Leia.
En eventueel, ja, Han Solo staat er ook al bij. Staat er ook al bij. Dan zeggen we hem er ook bij. Han komt ook. Han komt ook. Fleet Troopers, Rebel Troopers, Rebel Commando's. Kortom, er komen allemaal nieuwe expansies aan. Ja. Dat wellicht later. En dan gaan we ook het uitgebreid hebben over de handtekeningencollectie van Jurgen. En ik denk dat we, als het echt nog een keertje zover is, dat we dit laten zien, dat we ook een beetje meer moeten spelen. Nu hebben we een klein beetje uitgelegd, hoe en wat. Maar dat we ook daadwerkelijk eventjes een beurt spelen. Een potje gaan doen. Een potje, nou, überhaupt een heel potje. Nou, een potje duurt uren. Duurt wel echt uren. Nou, in het begin duurt het wel, denk ik, een uurtje of twee, drie. Tot je alles een beetje door hebt. En ik denk als je ervaren bent, een uurtje, anderhalf, ja, heb je wel genoeg aan voor een potje als je snel bent. En je weet het wel. Jullie twee zijn toch de bicepsbroers? Sterker dan een ijsbeer. Wij hebben biceps. Ja. Die hebben wij. We zijn hard aan het trainen. Jazeker. Onwijs bedankt voor het kijken, jongens. Jurgen, onwijs bedankt. Ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk om erbij te mogen zijn. Ja. Serieus, we hebben het er zo vaak over gehad. En uiteindelijk is het gebeurd. Ja. Nee, ik vind het heel gezellig. En ik vind nogmaals, Gamers Net is Love, Gamers Net is Live. Dat is het zeker. En laat even weten wat je ervan vond. En tot de volgende keer wellicht bij een nieuw boardgame item. Boardgamers Net. Bam! Daar zijn we. Daar zijn we. Dat is hem. Dus ik kan zeg, dat hem zijn? Ik kan, heb hier niks meer toe te voegen. Ik zeg ook, doei. Meer kan ik er niet van maken. Tot later. Boardgamers Net.